deze jong showt Lana haar spierballen, geeft Laurentje dressuurles en ontmoet Manuel zijn tweelingbroer. Deze aflevering van Jong, een onderwerp waar eigenlijk iedereen wel wat mee heeft, namelijk sporten. Maar er geldt één regel. Mannen doen aan mannen sporten en vrouwen doen aan vrouwen sporten. Maar dat geldt dan weer niet voor mijn gast in deze aflevering. Laurens, die doet aan dressuur en Lana, die doet aan bodybuilding. Allereerst pikken we Lana op. Daarvoor parkeren we de bus bij het Luzac College. Kijk, Lana verwacht je natuurlijk gewoon in de sportschool, maar ze zit gewoon op school. Lana is 24 jaar en wiskundelerares. In haar vrije tijd gaat ze zo snel mogelijk uit de kleren. Ze is namelijk een bodybuilder. In alles wat ik doe probeer ik uitdagingen te zoeken, zo ook in de sportschool. Ik drijf mijn lichaam dagelijks tot het uiterste. Bodybuilding is niet alleen een sport. Manuel is op de school van bodybuilder Lana. Naast bodybuilding moet er namelijk ook gewoon brood op de plank komen. Ik heb echt helemaal geen reet. Vertel. Ja, dan heb ik nog een hele andere vraag. Ik bedoel, aan de ene kant ben je een hele stoere bodybuilder. En aan de andere kant geef je gewoon wiskunde. Dat is een heel groot contrast, of niet? Ja, aan de ene kant wel. Maar eigenlijk ligt het dichter bij elkaar dan je denkt. De overeenkomsten die ik zie ook met mijn sport is dat je toch ook eigenlijk bezig bent met het bespelen van een publiek. Bij bodybuilders is dat de internationale pers en in de klas de lokale leerlingen. En zien jullie er nou alleen als ze eruit ziet als een juf of zien jullie er ook wel eens in vol ornaat als ze aan het sporten is? Onder de les even de spieren showen. Ja, doet ze dat? Ja. Dan wil ik dat nu ook wel eens even zien. Ja, dat... In 1983 komt Lana ter wereld. En al snel blijkt de kleine meid vooral een stoere meid te zijn. Na judo en boksen stort ze zich volledig op bodybuilding. Keihard trainen zorgt ervoor dat ze Nederlands kampioen wordt. Nu richt ze zich op een nieuwe uitdaging. Ik krijg de deur niet open. Ben je daar niet sterk genoeg voor? Hey, en nu ben je druk aan het trainen voor het EK. Ja, klopt. Van het weekend is het EK. NK gehad ruim 4 weken geleden. En die heb je gewonnen? Die heb ik gewonnen, ja. En nu het EK in Macedonië. En ben ik hard voor nog in training. Dieet ben ik al lang mee bezig natuurlijk. Ja, want vanavond gaan we naar de sportschool. Ik denk in de tussentijd regel ik even een leuk restaurantje. Ja. Zeg jij namen dat, dan neem ik mijn eigen eten mee. Ja, klopt. Ik heb overal waar ik ga. En ik kijk altijd hoe lang ik de deur uit ben. Ja. Ik moet mijn eigen eten meenemen, want dat staat heel nauwkeurig. Het is heel nauwkeurig gepland. Maar wat heb je nu bij dan? Ik heb nu bijvoorbeeld meerdere dingen bij me. Ik heb een maaltijd met alleen maar groente en kip bij me. Rijstwafels met makreel. Ja, het is om de hele strakke planning wat dat betreft. Maar is je voedingspatroon nou net zo belangrijk als je krachttraining? Ja, misschien nog wel belangrijker. Want, echt waar? Ja, dat zorgt ervoor dat je vetmassa omlaag gaat, waardoor je je spieren beter ziet. Ja. Dus die spieren heb je al sowieso, buiten wedstrijden ook. Maar het is heel belangrijk dat je dus je dieet goed volhoudt, zodat je vetpercentage omlaag gaat. En ja, dat zorgt dat je in wedstrijdvorm komt. Nou, eet smakelijk. Ja, jij ook. Ja. Ziet er goed uit. Ja, dat van jou iets anders. Elke week sowieso. Ja. Oké. Okay. Lana heeft Manuel meegenomen naar de sportschool. Hier bereidt ze zich namelijk voor op het EK bodybuilding. Lana gaat erg goed. Manuel ietsjes minder. En weer draaien naar binnen en naar beneden tegenhouden. Maar het is nog een beetje opwarmgewicht voor mijn gevoel, dus ik weet niet hoe het bij jou gaat. Opwarmgewicht? Het voelt niet als een opwarmgewicht dit. Ja, maar hoe ben je hier zo bijgekomen? Mijn vader die zit al lang in de sport. Ja. Tegenwoordig niet meer, maar hij zat vaak in de jury bij bodybuildingwedstrijden. En hij schreef voor bladen over krachttraining en voeding. Ja. En dus van jongs af aan was ik al een beetje bekend met het wereldje. Ja, ja, maar andere meisjes die gaan gewoon balletten, paardrijden, turnen, gimmen, hoepelen. Ja, hoepelen? Nee, ja, ik niet.
Ja, wat ik zei, ik vind het heel leuk om de grenzen te verleggen van je lichaam. Ja. Grenzen te verkennen en steeds een uitdaging te blijven zoeken. En dat kan je binnen krachttraining heel erg goed doen. Maar doe je het nou om er heel erg zo uit te zien? Nou, als je bedoelt van doe je het voor echt voor de looks of voor het esthetische. Kijk, ja. Ik vind het zelf persoonlijk mooi inderdaad, maar dat is niet... Kijk, de motivatie voor mij is dat het is echt een sport en ik werk naar een competitie toe. Ja. En ik vind competitie gewoon erg leuk. Maar je ziet wel eens dat je in de stad loopt en dat je bepaalde vrouwen zo ziet kijken van... Ja, moet je dat zien? Ja. Terwijl ja, als het heel warm is, ga ik het ook niet verbergen of zo. Ik ga niet expres dan in een dikke trui lopen om het maar te verbergen. Maar ja, het is niet. Het maakt me niet zoveel uit. Ik vind het zelf. Het is voor mij een sport. Het is voor mij een topsport. In een sportschool loopt Manuel zijn tweelingbroer en Nederlands kampioen Koer tegen het lijf. Ongelooflijk! Ja. Is bodybuilding nou een man of sport of een vrouwensport? Nee, voor allebei. Voor allebei? Ja. Ja? Iedereen kan gewoon aan zijn lichaam. Zo werken dat het zo uit gaat zien. Het is een way of life. Oké. Ben je nou niet bang dat je je vrouwelijke vormen kwijtraakt? Nou ja, nee. Er is toch echt een groot verschil tussen een vrouwelijke bodybuilder en een mannelijke bodybuilder. Maar vind je dit dan niet te mannelijk? Ik vind het niet. 16, kom op. 16. Even kijken hoe ver hij komt. Ik heb zo'n flauw vermoeden dat ik hem... Niet meer dan 3. Ik ga voor een keer op 6. Ga je gewoon. Niet nu. Nee, ik raak gewoon echt niet omhoog. Het zag er net zo makkelijk uit. Dat is ook heel makkelijk. 4. 5. 6. 7. 8. Niet te geloven. Lana gaat het behoorlijk makkelijk af. Maar hoe kom je nou aan zoveel spiermassa? Koert heeft het antwoord. Dat is eigenlijk heel simpel. Voeding, rust. Voeding, trainen, rust. Voedingssupplementen, vitamines, eiwitten. En nog een paar extra snoepjes. Nou, volgende oefening denk ik, of niet? Nee hoor, nee, van anabolen is absoluut geen sprake. Nee, ik train al 17 jaar. En het zijn gecontroleerde wedstrijden. Wat Lana heeft, het is een gecontroleerde wedstrijd. Ja. Dus gewoon plassen en over controle. 15, nou. Lana begeeft zich als bodybuildster wel in een echte mannenwereld. Over een week doet Lana mee aan de Europese kampioenschappen. Ze traint zich echt helemaal suf. En ik ben er helemaal klaar mee. Maar nu wil ik eigenlijk wel een voorproefje zien van wat ik op het EK te zien kan krijgen. En dat kan. Dan ga ik even mijn wedstrijdbikini aantrekken. Oké. En dus gaat Lana speciaal voor Manuel even uit de kleren. Ik wou dat ik zo'n rug had. Even terug, want je rug zet hier niet goed uit. Oké, rug uitzetten, netjes. Bij het EK moet je dan in één keer zo, hop, in één keer zo goed gaan staan. Nou, dat is een beetje aan jezelf. Je maakt er zelf een show van. Het is ook een kwestie van presentatie. Dus je moet wel het plaatje laten zien. Ja. Maar je draait er zelf een beetje op jouw manier naartoe. Het moet wel een beetje vloeiend normaal overkomen. Ja. Ik probeer een beetje de kunst af te kijken. Kan je dat ook? Bodybuilding is body laten zien. En ik zie niet veel body zo. Nee. En dan leren we je lekker mooi poseren. Alsjeblieft, de uitdaging is voor jou. Baby, take off your coat. Real slow. Zo. Dat ziet er goed uit. Oké, buikje in. Buikje in. Ja, spanning op je billen neem je. Een beetje op je tenen staan dat je de achterkant van de benen laat zien. Ja. Kijk, daar onder dat babyvet zitten dus de spieren van Hulk Hogan. Zo, mam. Ga jij op de koffie? I'm too sexy for my shirt. My shirt's so sexy, it hurts. Jouw broekje wat glitters heeft, maar anders... Nou, ik heb het wel even gehad met deze oefening. Volgens mij zijn we helemaal klaar voor het EK, of niet? Ja, ik ben er klaar voor. Ik hoop jij ook. Het is zover, het EK Vrouwenbodybuilding in Skopje.
Zo, nou, welkom in Skopje. Ik heb een speciale Macedonische bus geregeld. En je zou het niet zeggen, maar het EK bodybuilden gaat zo beginnen. En de Russen die zijn er ook al. Работают все центральные каналы телевидения. Hey. Hey. Goedemorgen. Wat is er met jou gebeurd? Ja, dat is dus van dat smeer wat je opsmeert. Gewoon dat alles beter uitkomt. Nou, ik vind het helemaal fantastisch. Ja, mooi, ja. Manuel wil ook even backstage kijken, maar daar zijn de Russen dus niet van gediend. You can't get here to take a picture and take a photo. Oké, moet hij ook geen ruzie maken met die gasten, want dan ben je zo een kopje kleiner natuurlijk. In Macedonië is Manuel met Lana bij het EK Bodybuilding voor Vrouwen. Nou, we zijn hier nog even de laatste vloerbedekking aan het vastnieten. En dan gaat het hier op het podium gebeuren. Even een quarterturntje zo staan, nog een quarterturntje en hoppata. Nou, ik ben er helemaal klaar voor. De jury is zich een beetje aan het voorbereiden. En dan gaat het zo meteen echt beginnen. Kijk, je hebt hier geen verwachting dat je even Europees kampioen wordt. Je doet het wel zo goed als dat je kan, maar het is een heel ander soort druk. En dus gooit Lana vlak voordat ze opgaat alles van zich af. Nu is het gewoon genieten. Lana, zet hem op! Woe! Ze moeten gewoon winnen, hè? Ja, vind ik ook. Ja, nee. Ah, Lana, kom op! Barbie girl. Yes, I'm Ken. So, nice to meet you. Where are you, Ken? And am I Barbie? Ja, nou, hoe dan ook. Voor Ken, Barbie en Lana zit het EK er helemaal op. Hoe ging het? Ja, wel goed. Ik zat er lekker in. Ja. Even kijken of het in smaak valt. Maar voor mijn gevoel ging het supergoed. En ja, mijn plaatsing maar vind ik niet meer uit. Maar ik heb het naar mijn zin gehad. Uiteindelijk werd Lana 11e. Wel heeft ze inmiddels 2 internationale titels op haar naam staan. Laurens haalde helaas de Olympische Spelen niet. Zijn paard blesseerde zich in de kwalificatierondes. Wel heeft Laurens de jongmannentest doorstaan en mag hij zich nu met recht een echte vent noemen. En dat kan niet iedereen zeggen. Zelfs dit paard kan ik gewoon niet aan. Jongen, ik heb echt geen talent. Maybe we could start again.